Wil je vanuit huis werken en ben je heel erg bang wat anderen ervan zullen zeggen als jij start met een online business, met een home-based business? Nou, dat is een heel groot pijnpunt voor een heleboel mensen. En ik weet zeker dat als je kijkt, dat je er misschien wel een keer hebt gedacht, ja, maar wat nou als ik online ga beginnen? Wat zullen mensen dan wel niet zeggen? Of wat nou als ik niet kan antwoorden op de vragen die mensen aan me stellen? Van wat doe je nou eigenlijk? Of ja, wat nou als het niet lukt? Hè? Wat zullen mensen dan wel niet zeggen? Lachen ze me dan uit en zeggen ze, zie je wel? Het zijn al die aannames van tevoren die de meeste mensen tegenhouden om überhaupt te starten. Met een online business waarmee je van huis kan werken. Ik zeg altijd zo, als het is gedaan door anderen, kan jij het ook. Dus wat houd je tegen? Je eigen angsten. Betalen al die mensen met hun meningen zogenaamd de rekeningen van je hypotheek, je huur, je gas, water, licht, de benzine van je auto? Ik denk het niet, toch? Waarom zou je, dat is een tweede argument om niet naar anderen te luisteren, gewoon je droom te volgen zoals ik heb gedaan en daarom hier kan wonen. Waarom zou je de meningen van mensen die niet weten hoe ze met een business vanuit huis online geld kunnen verdienen? Waarom zou je wel waarde hechten aan hun mening? Ik bedoel, dat slaat toch nergens op? Je gaat iemand die helemaal niet kan zingen toch ook niet het advies aannemen hoe je heel mooi een liedje kan zingen? Nee, je luistert naar mensen die exact weten hoe dat werkt en ook serieus successen en resultaten kunnen laten zien. Dus ja, wil jij vanuit huis werken, je droom volgen vanuit huis, ja, een land zoals Costa Rica of Spanje of waar we nou kunnen werken, of gewoon vanaf de bank waar je nu woont, dan is het belangrijk dat je naar je innerlijke stem luistert, je hart, en niet naar al die herrie en die azijnpissers van mensen om je heen. Dat is mijn bescheiden mening. Dat is wat ik heb gedaan. En daarom kan ik nu heerlijk genieten van het heerlijke leven. Ter inspiratie.